Weekends, maar dan zou u, als u dat leuk vindt, een keer even op internet moeten kijken wat daar de prijzen van zijn en hoe dat precies loopt. Maar wel heel erg leuk, lekker aan het water, een bootje erbij. De Holland en de 34, de eerste paar staan hier en de andere staan wat verder land inwaarts, die gaan ook drijven als de maas heel erg hoog zou worden. Bij Megen aan de overkant en na de kanalisatie is de maas helemaal verlegd en zo is hier de Gouden Ham ontstaan. Dit water is eigenlijk ook pas ontstaan nadat ze in rond 1960 hier zandwinning gedaan hebben. En het meeste zand is allemaal voor de export gegaan naar België. En daarmee hebben ze de grote haven in Antwerpen gebouwd. Op sommige plaatsen is het hier ook zeker 40 meter diep. Van het gebied hier achter de dijk. En als er te weinig water is daarachter, dan halen ze wat water uit de Maas. Is er te veel, dan laten ze het weer terug in de Maas lopen. En dat is, bestaat nu 100 jaar. Ze hebben heel erg gerestaureerd en heel soms dan laten ze nog eens zien en horen hoe dat vroeger in zijn werk ging. Er is ook een museum in gevestigd, dus mocht u nog eens een keer in de buurt komen en u vindt dat leuk, kunt u altijd eens een kijkje gaan nemen. Het gebouw met de vier schoorsteentjes die tussen de bomen staat daarachter, dat is het voormalige washuis wat bij het kasteel hoorde wat hiervoor stond.
En achter de hele grote bomenrij, daar hebben we de tuinen van Appelperren, waar men meer dan 200 ideeën heeft voor een leuke voor- of achtertuin. En we dan ook, denk ik wel, nee, we gaan hier voor je zo, voor 7,5. Ja, ik heb de hele grote. Oh, ik heb die zo. Het Schiereiland hier, zo dadelijk aan de rechterkant als het Maasland. En u ziet hier echt een luchtkasteel. Het is een kasteeltje opgeblazen met lucht. Nu zijn de kids allemaal hier aan het kamperen van school uit. En dat is Riverside hier. En die doet allerlei leuke dingen organiseren. Bouw voor bedrijven. Dames en heren, we zijn weer aangekomen
in onze lichtplaats. Dan even een rondje draaien. Het schip afleren, de plank leggen. Dan mag weer van boord. Er is één vraagje. Er is iemand een zilverkleurig armbandje verloren. Als u dat toevallig gevonden heeft, zou u dat alsjeblieft bij de bar af willen geven. En dan verder wensen we u een hele goede thuisreis. Dank u wel dat u met ons meegevaren heeft. En wie weet, misschien nog eens tot ziens. En dank u wel namens de hele manning en mezelf. Een fijne dag nog. Ja. Ja, dat is een beetje. Een baas, wat is dat? Kijk, dat is een klein beetje. Ja.